In de afgelopen eeuwen is Paleis Het Loo vaak aangepast aan de smaak en wensen van haar bewoners. Hoe veranderde het paleis bijvoorbeeld door de komst van Lodewijk Napoleon? En hoe gaan zelfs de tuinen met de tijd mee? Je hoort het in de tweede aflevering van Het Loo ontmoet, de vernieuwers. Ja, welkom bij de tweede aflevering van Het Loo ontmoet. Een gespreks- en lezingenreeks waarin we stilstaan bij de geschiedenis van Paleis Het Loo. We hebben 5 thema's. We gaan aandacht besteden aan de bouwers, de vernieuwers, de liefhebbers van de tuinen, de bewoners en de concurrenten van Paleis Het Loo. En vandaag draait het dus allemaal om vernieuwing, maar ook verandering en soms terugdraaiing. Ik ben Eveline van Rijswijk, historicus en presentator. En hier bij mij aan tafel zitten Sjors Sanders, conservator van Paleis Het Loo. En Sander Rombout, landschapsarchitect bij Copijn Landschapsarchitecten. Ja, welkom. Fijn dat jullie hier zijn om te praten over vernieuwing en verandering. Sjors, om met jou te beginnen. Conservator bij Paleis Het Loo. Waar houd je mee bezig? Een conservator vertelt het verhaal, in dit geval van Paleis Het Loo, aan de hand van voorwerpen, op de plek waar het ook daadwerkelijk gebeurd is. Waar de Oranjes geleefd hebben, waar ze overleden zijn, met echte voorwerpen. Ja, dat is eigenlijk ook heel fijn dat je... Dat is echt heel leuk. Ja, ja, toch? Ja, ja. Ja, dat kun je nergens anders. Nee, dus je hoeft niet geschiedenisboeken voor te lezen, nee, of zo. Je kan alles eigenlijk laten zien. Ja. Ja, zeker. Heb je ook een favoriete plek hier? Ja, een heleboel. Ja? Kun je er eentje noemen? De tuin. Ja. En wat in de tuin? Ik denk de hele tuin. De belevenis. Je bent eigenlijk gewoon in een buitenmuseum. En dat is heel bijzonder natuurlijk. Ja, ja. Ik denk dat jij dat kan beamen. Ja, zeker. Sander, wat doet een landschapsarchitect? Een landschapsarchitect ontwerpt landschappen. Plekken voor mensen. Plekken voor dieren. Ja, onze leefomgeving eigenlijk. Ja, ja, want dan denk je misschien landschap aan tuinen en zo. Maar dat kan veel breder zijn. Hè? Dat is veel breder. Ja, kan je een voorbeeld geven? Nou ja, dat kan bij iedereen om de hoek in een woonwijk zijn. Mm-hmm. Een plein, een park, tot aan hele speciale plekken. Bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Ja, waar je ook betrokken bij bent waar geweest. Wij ook, ja, ja. En dus ook bij Paleis Het Loo, waar we zo meer over gaan horen. Jullie gaan allebei een korte lezing geven over vernieuwing en verandering bij Paleis Het Loo. En dan gaan we daarna telkens aan tafel verder praten. Maar eerst gaan we iets bijzonders doen. We gaan naar een spoken word artiest. Als je de eerste aflevering gezien hebt, dan weet je dat we elke aflevering een artiest vragen van Mensen Zeggen Dingen. Die op geheel eigen wijze het thema van de aflevering gaan bespreken. En deze aflevering is dat Karim Eluta. Hij is spoken word artiest, dichter en studeert aan de Hogeschool Rotterdam om leraar maatschappijleer te worden. En onder de naam Benzo Karim betreedt hij podia als woorden worden zinnen, mooie woorden en mensen zeggen dingen dus. En hij coördineert ook de Poetry Circle Den Haag en won ook een derde plek bij het NK Poetry Slam. En wij gaan zijn visie horen op het thema vernieuwers. 18:11. We stappen in. Komen onszelf tegen. Vervreemd van verleden. Gevecht draait om winnen. Wij lijken dat vergeten. Al sinds jongs af aan namen wij de benen. Nu lopen we onszelf regelmatig voorbij. In de regels die we naleven lijkt het amper alsof we mensen zijn. Niks zo eenzaam als de tijd die niet voor je stopt. Als de schoolbel die niet afgaat. Je leert vanzelf omgaan met stiltes. Je wordt vanzelf behendig in het vinden van uitwegen. Dat noemen ze overzicht. Het zicht belangrijker dan waarover. Dat noemen wij overzicht. Maar het zicht belangrijker dan waarover. Kijk hoe we dagelijks eten. Een nieuw begin ontstaan in het verleden. Een oude bron voortgeborduurd. Goud werd stenen, land op schepen, als pronkstuk gepresenteerd. Nu nog te lezen. Als een spoor die niet vervangen maar gerenoveerd, bewegen we in cirkels totdat we een hoepel. Zo draait het alleen om onszelf. Laten de race aan vlaggen hangen, zo wijdt het alleen voor onszelf. Het resultaat schikt zich niet aan de verwachting. Dus laat de stenen die muren vormen, biljetten die buren worden, die we thuis uit de stad, onder het mom van bekommeren, alle karakter vermommen ze, bouwen de lucht vol, de straat om, de ziel uit. Als een spoor die niet vervangen maar gerenoveerd, bewegen we in een cirkel totdat we in een hoepel. Zo draait het alleen om onszelf. Een oud begin, een nieuw einde. Wie bezit de tijdsgeest? In 1795, 18 dagen na oud en nieuw,
vluchtte de toenmalige prins Willem V naar Engeland. In een schip vol met goederen waar de meeste generaties niet aan toekomen, vertrok hij van de stad waar ik ben opgegroeid. Ik kan me voorstellen dat hij en zijn familie warm en veilig werden ontvangen. Tuurlijk is het vervelend om je land te verlaten. Ik kan me dan ook voorstellen dat ze heimwee hadden, niet wetend wanneer ze terug. Gelukkig werd ze bij aankomst niet uitgescholden en bekogeld. De Engelsen moesten vast gedacht hebben dat de prins en zijn familie gelukzoekers waren. Toch werd hun verblijf niet van ze afgenomen. Als ze ziek werden, waren er artsen. Als het koud werd, was er een kachel. En als ze moe werden, was er een bed. En gelukkig maar. Gelukkig dat ze niet hoefden te vluchten naar Nederland. Ter Apel, in 2022. 18:11. Wij zijn uitgestapt. De halt is net zo vol als net zo leeg. Wij resultaat van de bestemming. Soms aankomst, soms vertrek. Soms over, soms op de grens. Wie bewaakt wat die niet kent? Een medicijn voor verlies kent geen afhaalrecept. Geen beschrijving. Ja, Benzo Karim. Mooi ook hoe hij zegt, hè? Wie bezit de tijdsgeest? We gaan naar de eerste lezing van jou. Je mag plaats gaan nemen, George. Ik zei al, ja, Paleis het Loo die heeft meerdere bewoners gehad. En een daarvan was Lodewijk Napoleon. En ja, voor welke veranderingen en vernieuwingen zorgde hij nou bij dat 17e-eeuwse barokke paleis? Op 5 juni 1806 komt een Nederlandse delegatie aan in Parijs. En die krijgt te horen dat Lodewijk Napoleon de nieuwe koning van het Koninkrijk Holland wordt. Meteen, dezelfde week nog, vertrekt Lodewijk Napoleon naar zijn nieuwe koninkrijk. En hij komt daar, half juni komt hij daar aan en neemt hij zijn intrek in Huis ten Bosch. 2 maanden later komt hij voor het eerst op Paleis het Loo. Paleis het Loo is dan nog steeds het 17e-eeuwse paleis. Een bakstenen paleis aan de voorkant en aan de achterkant een hele fraaie baroktuin met waterwerken. Toch moet de koning zich het lepblazerig zijn geschrokken. Want van dat hele mooie paleis was eigenlijk heel weinig over, alleen de buitenkant. Wat hij aantrof was een karkas, helemaal leeggehaald, geplunderd en vernietigd. Dat heeft alles te maken met de gebeurtenissen uit 1795. Op dat moment kwamen de legers van de Franse Revolutie ons land binnen en stadhouder Willem V vertrok uiteindelijk naar Engeland. Daarna vertrokken dus de troepen die hem steunden, de Engelse en de Duitse troepen, vertrokken het land uit, maar plunderden daarbij het paleis. We hebben daar geen beeld van. We hebben geen gravures, geen prenten, geen tekeningen die laten zien hoe ontredderd het paleis is. Maar toch hebben we een aantal hele belangrijke aanwijzingen. Van die plunderingen getuigen bijvoorbeeld een aantal boeken. U ziet hier een van die boeken, een testament, en daar staat ingeplakt op de voorpagina, op de binnenpagina, staat dat het boek op 25 januari 1795 is meegenomen door een Engelse soldaat uit de bibliotheek van de stadhouder. En hij schrijft dat hij abandoned to pillage is, overgelaten aan plunderingen. Ook de Franse troepen die daarna hier gehuisvest werden, er kwam een soort lazaret, een hospitaal, hebben hun sporen nagelaten. En zelfs nog veel meer dan de Engelse en de Duitse troepen. En daar zijn ook een aantal hele goede voorbeelden van. We zien hier meubelbeslag. Meubelbeslag wat in 2018 gevonden is bij opgravingen onder het voorplein van Paleis het Loo. Daar werden brandkuilen gevonden en werd dit beslag aangetroffen. En er is een hele mooie getuigenis van een mevrouw, een Deense vrouw, Pauline Dorothea Fries Tutijn, die een reisje maakt naar Paleis het Loo in 1797. En zij schrijft daarover. En ze schrijft dat de Fransen, en ik citeer, nicht ein Stück Möbel, nicht ein Stuhl geschont haben. Ze hebben niets heel gelaten, ze hebben alles kapot gemaakt. Ze schrijft ook over de schilderingen die er nog zijn. En dan zegt ze dat ze met de sabels de monden van de geportretteerden opengesneden hebben. Dat kunnen we niet laten zien. Maar als je goed kijkt naar de koppen, dan zie je er bepaalde contouren omheen. Bepaalde verkleuringen. Wat blijkt? De Fransen hebben tijdens hun bezetting gewoon die koppen eruit gesneden.
En onder Willem I zijn ze gerestaureerd. Dus dat zorgt voor de verkleuring en laat zien wat er gebeurde. Er zijn nog meer getuigenissen. Dat de waterwerken in de tuin werden vernield. Dat de schoorsteenmantels werden kapot gemaakt. En dat van dat paleis de schilderingen allemaal verdwenen, de beelden. Dat het dus eigenlijk gewoon echt een leeg karkas was. Dat betekende dat Lodewijk Napoleon, wilde hij dat paleis gebruiken, moest hij het eigenlijk helemaal opnieuw inrichten. En dat was wat hij deed. Want in zijn korte bewind van 4 jaren heeft hij heel veel geld en heel veel tijd en heel veel moeite aan de herbouw en de restauratie van het paleis heeft hij gespendeerd. En daar kon hij gelukkig bij kijken naar Parijs. Want in Parijs was op dat moment een nieuwe hofstijl ontwikkeld. Die noemen we de Empire-stijl. En die Empire-stijl die hangt samen met de gebeurtenissen in Parijs. De Franse Revolutie maakte een einde aan het koningschap. Het koningschap van de Bourbons. En we zien hier een gravure van Parijs. En dan zie je hoe radicaal dat einde is. Want de koning sterft de dood op de guillotine. Die Franse Revolutie die zorgde voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. En die brak met het verleden. Waar de mensen vroeger onderdanen waren van een door God gegeven koning, waren ze nu burgers van een natie, van een staat, met grondrechten en een grondwet. Dat betekende een heel ander beeld. En je ziet ook dat de Franse Revolutie op een gegeven moment de oorlog verklaart, niet aan de landen rondom Frankrijk heen, maar aan de machthebbers. Dus ze verklaarden de oorlog aan de stadhouder. Uiteindelijk leidt die Franse Revolutie ertoe dat een handige generaal, die wij kennen als Napoleon Bonaparte, aan de macht komt en zichzelf uiteindelijk kroont tot keizer. Dat is een hele revolutionaire daad in feite. En om dat keizerschap te legitimeren, was er een nieuwe stijl nodig. En je kon niet dezelfde kunstvoorwerpen hebben die je vijanden ook hadden. Dus er wordt een nieuwe stijl ontworpen. En die stijl die is militair, want Napoleon is natuurlijk militaristisch, maar grijpt ook heel erg terug op het Romeinse Rijk, want dat was het voorbeeld voor keizers. Als je je als keizer wilde profileren, dan verwees je naar het Romeinse Rijk. En je ziet Napoleon op de rechterfoto ook afgebeeld, eigenlijk als een soort Romeinse keizer met een lauwerkrans. Dus bij de inrichting van dat Paleis het Loo keek Lodewijk Napoleon naar Parijs. En dat deed hij eigenlijk op alle gebieden. Voor die koninkrijk moesten bijvoorbeeld nieuwe munten komen. Uiteindelijk zie je dat Lodewijk Napoleon voor heel erg veel geld machineparken laat komen uit Frankrijk en dat bijna een jaar lang een graveur en stempelsnijders en mechaniciens in Utrecht werken aan de munten van de koning. En we praten over meer dan 50.000 gulden, wat een gigantisch bedrag was in die tijd. En het is misschien aardig of misschien helemaal niet aardig om te zeggen, maar uiteindelijk bleken die machines niet helemaal goed te werken. Die Empire-stijl die werd eigenlijk uitgevonden door 2 personen. 2 architecten, in samenspraak natuurlijk met Napoleon. En die heetten Fontaine en Percier. En wat zij deden, zij brachten hun ontwerpen ook meteen in print. Zodat die ook meteen nagevolgd konden worden. Dus wat je ziet is dat die Empire-stijl wordt eigenlijk een stijl, een vorstelijke stijl voor heel Europa. De Russische tsaren nemen het over. Maar ook in Wenen en uiteindelijk ook in Nederland. Nou, ik heb net even gezegd, je ziet de Romeinse invloed. Als je kijkt naar het middenpaneel, dan zie je eigenlijk een schildering zoals die net toevallig op dat moment een paar decennia eerder in Pompeji was ontdekt. De beeldhouwwerken, geschilderde beeldhouwwerken met daar rondomheen versieringen. Daar werden wandbespanningen nagemaakt. U kijkt rechts naar een voorbeeld van een wandbespanning die in Paleis het Loo gebruikt is. Maar ook op de meubelkunst had het invloed. De Romeinse versieringen zie je terug in de meubels. Met Romeinse motieven. Maar ook zie je in de materialen die gebruikt wordt. Mahoniehout voor het allerbelangrijkste meubilair. En iepenhout voor het minder belangrijke. We zien hier een secretair, een schrijfbureautje uit de kamers van Hortense. De vrouw van Lodewijk Napoleon. Hier een haardscherm uit de kamers van Lodewijk Napoleon zelf, uit de appartementen. En een stoel, ook in Empire-stijl, uit het appartement van de kroonprins.
Maar ook klokken. Dit is een klok. In de Romeinse tijd waren er natuurlijk geen klokken. Dus wat je ziet is dat in die ampierstijl worden dingen min of meer verzonnen. Dit zou een klok kunnen zijn zoals die bij Caesar op het bureau had kunnen staan. Als er klokken waren geweest in die tijd. Je ziet dus een klok met eigenlijk een heel beeldhouwwerk er rondomheen. En dat beeldhouwwerk is eigenlijk gewoon een Romeins thema. Toch zijn de belangrijkste veranderingen die Lodewijk Napoleon aanbracht, betreffen het interieur. Hij liet het paleis wit stukken en hij verving de baroktuin door een landschapstuin. En daarbij greep hij terug op zijn eigen paleis, wat hij in Noord-Frankrijk, iets ten noorden van Parijs had, Saint-Leu. En we zien daar hetzelfde witte paleis en we zien ook een baroktuin. Maar ook het gebruik van de paleizen veranderde. In 1807 ontplofte in het centrum van Leiden een kruitschip, met als gevolg dat er het hele centrum weggeslagen werd, verschillende doden, heel veel gewonden en heel veel daklozen. De ontploffing was in Den Haag te horen en Lodewijk Napoleon die meldde zich meteen in het getroffen gebied om te inspecteren, om te kijken welke hulp die kon bieden. Maar wat hij ook deed, hij stelde Huis ten Bosch open voor de slachtoffers. En dat was in vergelijking met wat de stadhouders hadden gedaan, was eigenlijk revolutionair, was nieuw. In 1807 sticht hij een eigen ridderorde, waarin hij mensen op kan nemen die vanwege verdiensten van belang zijn. En hij zegt dan ook, niet langer geboorte is belangrijk, maar verdiensten. En de mensen die verdienstelijk zijn, zijn eigenlijk de pijlers rond mijn troon. En om dat te accentueren, vonden de bijeenkomsten van de orde vonden ook plaats in het Koninklijk Paleis. We zien hier een plattegrond van de schikking van wie waar zat. En er zijn zelfs entreebiljetten bewaard gebleven. Dat was nieuw. In de stadhouderlijke tijd was dat niet het geval, dat je op deze manier zomaar een paleis binnenkwam. In 1810 doet Lodewijk Napoleon troonsafstand onder Franse druk, want hij heeft ruzie met zijn broer en die ruzie wordt steeds erger. Lodewijk Napoleon verlaat het land en Napoleon besluit om de Nederlandse gewesten in te lijven bij Frankrijk. Dat betekent dat Paleis het Loo een aantal jaren lang opnieuw geen vaste bewoner heeft. Maar anders dan 1806 is het in 1810 een volledig naar de nieuwste mode ingericht paleis. En met meubilair en met spiegels en met van alles, draperieën, naar de meest moderne smaak. Eind 1813 valt het Franse gezag weg. Napoleon verliest een hele belangrijke slag bij Leipzig en je ziet dat de Fransen spoorslags ons land verlaten. Wat gebeurt er dan? Er is een soort machtsvacuüm en dan wordt er een beroep gedaan op de zoon van de vroegere stadhouder om het bewind op zich te nemen. Die komt inderdaad terug. En die gaat als Willem I, zal die de eerste koning worden van Nederland. Dat is niet meteen in 1813 het geval, dat duurt nog even. Maar vanaf 1815 regeert hij. In 1814 komt hij voor het eerst op Paleis het Loo. En hij schrijft dan aan zijn moeder dat hij Paleis het Loo, en hij schrijft in het Frans, en ik zal het vertalen, en bon état et naturellement plus élégant que du bon temps passé. Dat hij het in een hele goede staat heeft aangetroffen en heel veel mooier dan dat het was in de tijd dat hij het kende. Want hij is wel in Nederland geboren, dus hij kende het. Willem I doet eigenlijk niks aan Paleis het Loo. Hij laat het Witte Paleis zoals het is, hij laat de baroktuin ook zoals het is. Dat gebeurt onder zijn opvolgers, die ook het paleis gebruiken, gebeurt dat ook. Ze richten het paleis wel naar de nieuwste smaak in, maar het paleis blijft wit. En zal dat blijven tot 1974, als de grote restauratie plaatsvindt. Dan wordt de witte pleisterlaag eraf gehaald en wordt de oude baroktuin opnieuw hersteld. Toch kun je, als je goed kijkt, en daar dient deze dia van het bovenaanzicht, deze luchtfoto van, kun je heel goed zien dat die invloed van Lodewijk Napoleon er toch nog is. Je ziet in de boventuin, in de baroktuin, zie je bomen staan. De rode bomen dateren uit de 19e eeuw, uit de late 19e eeuw. Maar de groene bomen zijn nog de bomen van de landschapstuin van Lodewijk Napoleon. En dat betekent dat Lodewijk Napoleon pas dan uit het straatbeeld van Paleis het Loo zal zijn verdwenen, als de laatste boom het loodje zal leggen. Dankjewel.
Sjors, ja, kom erbij. Ja, de laatste boom het loodje zal leggen. Is dat ook een beetje jammer dat Lodewijk Napoleon dan verdwenen is, Sander? Wat vind jij? Wellicht is het jammer dat Lodewijk dan een beetje verdwenen is. Maar het is ook wel inherent aan bomen dat ze verdwijnen. Ja, ja. Ja, dat is zo. Daar hebben we het maar mee te doen. Ja, ja. Maar de verhalen blijven. Ja. Maar je kunt niet alles bewaren. Je kunt niet alles bewaren. Nee. Nee. Zoeken hoe je op een andere manier dan dat verhaal kan vertellen. Ja. Hij is dus eigenlijk maar 4 jaar koning van Holland, toch? En dan klopt. Past hij dat paleis op een gigantische, snelle wijze helemaal aan. En Willem I vindt het wel leuk, dus het blijft ook nog een tijd. Dus eigenlijk heeft zijn geest en daarna ook nog heel lang rondgewaard. Ja, met name natuurlijk door die buitenkant. Ja. Want kijk, dat is het eerste wat je ziet. Maar ja, hij is heel lang aanwezig geweest. Ja. Die empire stijl van Napoleon en van Lodewijk Napoleon, ja, dat blijft eigenlijk het symbool van een vorstelijke stijl. Ja. Hoe lang is dat in de mode? Nou, ik heb begrepen dat als een kroonprinses zich tegenwoordig laat fotograferen, dat op een fraaie empierstoel is. Oh. Dus het gebeurt nog steeds. Het is gewoon nog steeds in. Het geldt nog steeds als het beeld van een vorstelijke stijl. Ja, dus eigenlijk is die al 200 jaar. Ja. Grappig. Ja. Je noemde baroktuin, maar je noemde ook landschapstuin. Dus het was een baroktuin en het werd een Engelse landschapstuin, toch? Ja, dat noemde een Engelse landschapstuin. Ja, ja. En ik denk dan, was er niet een moderner Franse variant in die tijd? Je neemt afscheid van het verleden. Hij wil een breuk maken met die baroktuinen. Maar dan een soort Engelse landschapstuin. Nou, ik weet, misschien dat jij dat weet. Ik weet niet of ze het in die tijd Engelse landschap... Wij noemen het Engels. Engels. Ah. Want de inspiratie is Engelse landschap met een beetje heuvels, met wat bosjes. Het is daar begonnen. Ja. Oh, ja. De landschapstijl is in Engeland maar begonnen. Ik kan me voorstellen, is heel Europa doorgegaan. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat ze op dat moment daar hier niet Engels noemden. Ja. Nee, toch? Het zou kunnen. Ja, dus hij is daar begonnen. Maar dan heeft misschien in Frankrijk heb je ook wel een soort Franse aanpassing van de Engelse landschapstuin. Ja, wel in heel Frankrijk wel, maar wel in mindere mate. Maar als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, tot in Rusland, Sint-Petersburg, daar liggen de meest waanzinnige landschapsparken die allemaal terug zijn te voeren op dat droombeeld wat in Engeland is. Maar we zagen natuurlijk ook die dia van Saint-Leu, wat gewoon in Frankrijk ligt, maar natuurlijk ook gewoon een Engelse landschapstuin heeft. Nee, dat we dat helder hebben. Ja. Hoe zou jij een landschapstuin definiëren? Ja, een landschapstuin kan je heel ruimtelijk zien als een soort pseudo-natuur. Een soort romantisch beeld van natuur met boomgroepen, slingerende paden, mooie gazons, waterpartijen. Waarbij je eigenlijk elke keer weer getrokken wordt om weer verder te wandelen en een heel nieuw tafereel te zien. En we zeggen ook wel eens, het is bijna een soort, soort cinematografische beleving. Een soort je loopt als het ware door een film. Men had ook geen tv natuurlijk. Nee, zeker niet, ja. En dat is ook waar die landschapstuin voor bedoeld was. Dat je spannend. Van het spanning opzoeken en van het een in het andere lopen. Ja, terwijl bij een baroktuin zie je eigenlijk meteen al wat je krijgt, toch? Ja. Je kan echt... In grote mate wel. Symmetrisch. Ja, precies. Keisymmetrisch. Absoluut. Ja. Is er nog iets Lodewijk Napoleonesks wat ik kan terugvinden? Ja, ik heb even gezocht tevoren. Er is een klein kabinetje van de koning-stadhouder. Dus een 17e-eeuws kabinetje. Ja. En als je omhoog kijkt, dan zit er echt zo'n stuk plafond uit de Franse tijd. Dus er is wel wat, maar het is niet vreselijk veel. Nee. Nou, maar dat is toch leuk dat het kan. Dat is absoluut. Ja. Er is ontzettend veel geld ook besteed, toch, aan die snelle renovatie. Mega. Wat wilde hij er nou mee uitstralen? Want je noemt wel die empire stijl, maar wat moest een bezoeker, want hij verkocht ook kaartjes blijkbaar, wat moest hij dan meenemen van zo'n bezoek? Dat dit een moderne koning was, volledig in het internationale beeld van wat een koning is, naar de nieuwste mode, de nieuwste smaak. Ja. Dat was het beeld. Modern koningschap. Ja. Ja. Maar het grijpt wel terug natuurlijk op die Romeinse tijd. Ja, maar alles en iedereen die iets wil, die grijpt altijd terug op die Romeinse tijd. Dat is altijd zo. Dat is eigenlijk wel grappig, toch? Want dan wil je iets vernieuwen en dan kies je weer die oude symbolen. Kijk, het leuke van die Romeinse tijd is, je kunt ieder voorbeeld eruit halen. Op een gegeven moment zie je de Nederlandse Republiek. Die spiegelen zich aan de Bataven die tegen de Romeinen hebben gevochten. Dus je hebt tirannen, je hebt volksopstanden. Dus je kunt altijd een voorbeeld, vind je altijd, wat passend is. Ja. Zie je dat ook in tuinen, dat heel veel naar die Romeinse tijd... Nou, bij uitstek in die landschapstuin. Ja. Want dat ideaalbeeld, dat voer ook vaak terug op de Italiaanse reis. Oh ja. Begonnen in de schilderkunst
En eigenlijk die hele Arcadische schilderingen, die zijn eigenlijk vertaald van dat landschap. Maar die zijn uiteindelijk geboren in plekken in Italië waar die Romeinse objecten stonden. Dus dat zat in directe lijn. Voorbeeld van die natuur bij de Romeinen. Ja. De ruïne erin. Precies. Exact. Ja. Ergens een zuil die nog half overeind staat. Ja. Hoe gebruikte hij zijn paleis, Lodewijk Napoleon? Je noemde Hortense ook. Was hij er dan vaak, af en toe? Ja, Hortense blijft eigenlijk een beetje schimmig. Laten we zeggen dat Hortense had een hekel aan Nederland. Wilde hier niet zijn. Wilde in Parijs zijn. Vond de Nederlanders en het Nederlandse klimaat koud en kil. Ze zal vast wel invloed hebben gehad. Maar eigenlijk is ze eerder de grote afwezige dan de steunpilaar achter de troon. Ja. En heeft zij wel ooit iets over het Loo gezegd? Of niet? Dat durf ik niet te zeggen. Maar als ze iets gezegd heeft, dan vast niet vast positief. Nee. En Lodewijk, want hij past natuurlijk aan naar zijn eigen stijl. Wordt het ook vernieuwd? Zijn er nog nieuwe, weet ik veel, baden? Of dat het echt ook gemoderniseerd wordt? Of is het meer cosmetisch met meubels enzovoort? Ja, het is, nou ja, die buitenkant is natuurlijk wel meer dan cosmetisch. Hè, want dat bepaalt gewoon het beeld. Ja. Maar het is nog niet de tijd we pleuren er een, of we zetten er een lift in. Ja, ja. Dat kan nog niet. Ja. Dus heel veel echte technische vernieuwingen zitten er niet in. Nee. Maar wat je wel ziet, de man moet vreselijk ADHD hebben gehad. Herschreef zijn plannen continu. Oh ja? En daar waren de ene groep met architecten waren met iets bezig. En dan werd de andere ingevlogen. En je ziet ook uit 1812, 1813 commentaren van hier is zoveel geld over de balk gegooid. Terwijl de rest van Nederland het arm en verdrietig en ellendig had. Ja. Dus nou ja, dat is dan misschien een reden dat hij die paleis ook openstelt om toch een beetje in de goede smaak te komen bij. Wat was de functie daarvan? Dat die, we zitten natuurlijk in die tijd een beetje aan het begin van de democratie. Hè? Ja. Wat ik net ook zei, het verschil tussen onderdanen van een van God gegeven koning naar burgers met rechten. Ja. En dat zie je in de manier waarop hij met de mensen omgaat. Hij gaat naar de mensen toe omdat hij daadwerkelijk belangstelling heeft. En dat is toch anders dan dat in dat ancien regime de periode daarvoor het geval is. Ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk die fundamentele wijzigingen die je ook ziet. Ja, ja, absoluut. Maar dat is ook wel apart dat je in zo'n empirestijl die ook wel heel militaristisch is. Mm-hmm. Je noemde ook dat het belangrijk is dat verdiensten ook een rol spelen. En die burgers. Maar ja, als je dan toch een beetje de koning van pracht en praal ook bent, dan lijkt me dat Er zit natuurlijk wel wat dubbels in. Hè? Ja. Kijk, Napoleon komt op het kussen vanwege zijn eigen verdiensten. Hè? Zijn eigen talent. Hij weet dat hij op een gegeven moment een leger moet inzetten. Dat een machtsmiddel is. En dat hij daarmee koning of keizer kan worden. Ja. Ja, wat doet hij als hij keizer is? Hij scheidt op een gegeven moment van zijn vrouw omdat ze geen kinderen kan krijgen. Hij stelt zijn broers overal aan als koningen. Dus hij grijpt toch meteen terug op wat ook logisch is. Ja. We gaan niet een nieuwe keizer kiezen. Nee. Dat is. En macht is weinig vernieuwend dan. Ja. Nee, ja, macht corrompeert. En ik denk dat je dat. Laten we ook kijken over die verhouding tussen vernieuwing en verandering. Teruggrijpen op het verleden misschien. Op een gegeven moment gaat hij dus dat paleis wit schilderen, maar hij gaat ook die 17e-eeuwse schilderijen overpleisteren. Hè? Dus er verdwijnt ook een en ander. Nee, want eigenlijk is dat hele paleis is volledig onttakeld. Ja. Die schilderijen die zijn gewoon weg. Ja. Die zijn in de fik gestoken of kapot gesneden. Dus die kun je gewoon niet meer. Ja. Dat is klaar, dat is af. Dus moet echt naar iets anders. Ja, dus door dat plunderen is er echt bijna niks meer wat intact. Er wordt brand gesticht. Ja. Alles wat van hout is, wordt opgestookt. Ja. Het kopen van de leidingen van in de tuin hè, voor het water en het lood van de kranen, dat wordt omgesmolten. Dat is er niet meer. Ja. Dus er wordt op een vreselijke manier huisgehouden in het huis. Ja, dus het is al vernield en hij heeft niet ook nog datgene wat heel was. Maar dat was ook niet. Hè. Er moest gewoon iets nieuws komen. Hè. Die baroktuin, dat was echt alles waar die nieuwe tijd zich tegen verzette. Geen barok, niet duidelijk, maar mooie speelse tuinen. Ja. Wat vonden mensen van die veranderingen, weten we dat? Dus Willem I vond het blijkbaar heel mooi. Nou, aan de ene kant heel erg
interessant. Echt een paleis wat top of the bill, state of the art is. Ja. Aan de andere kant hoor je ook geluiden van, nou ja, dat heeft wel zoveel geld gekost. Was dat allemaal wel nodig? Ja. Dus er zitten die twee geluiden waarschijnlijk allebei in. Ja. We hebben door de werkzaamheden, door de renovaties van de afgelopen periode, hebben we daar nog iets ontdekt over die Franse periode? Want je zegt, er is dus één plekje waar nog iets zit uit die Franse tijd. Ik heb begrepen dat ze delen van dat stuk toch weer teruggevonden hebben. Okay, ik weet niet exact waar, maar ik heb er foto's van gezien. En voor de tuinen weten we... Als we praten over secte baroktuinen, dat is natuurlijk, ja, je noemde het al, de bomen. Dat is natuurlijk voor mij een prachtig verhaal. Ja. Ook de entourage natuurlijk, hè, want je kan de tuinen zien tot aan de muren. Maar uiteindelijk wordt die tuin gemaakt door alle bomen ook die er omheen staan. Die eigenlijk buiten de tuin staan, maar die heb je heel hard nodig om daar een hele mooie tuingevoel te hebben. Ja. In het hele gebied eigenlijk waar de lanen staan, daar zijn natuurlijk nog wel structuren ook wel uit die tijd aanwezig. Het hele, de ganzenvoet, zoals dat dan zo mooi heet. Wat is dat? Dat zijn eigenlijk waar de lanen bij elkaar komen met z'n drieën. Ja. Aan het begin van het paleis. Dat zijn natuurlijk structuren die wel uit die tijd zijn. Dat is dus landschapsstijl? Is het nog barok? Dat is eigenlijk barok, ja. Ja. Maar ik vind het bij het Loo ook wel heel speciaal, omdat het eigenlijk niet in één keer is neergelegd. Want een echte ganzenvoet wordt in één keer neergelegd. En nou, ik zal straks even wat plaatjes laten zien ook. Ja. Dan zie je ook dat eigenlijk gegroeid is. Ja. Het is ook wel een beetje op z'n Hollands gegaan in die zin. Sorry, alles gaat hier op z'n Hollands. Wat is op z'n Hollands in de landschapsarchitectuur? In het algemeen? Ik zie toch ook wel enig pragmatisme hier en daar. Ja. Zeg maar. Dus je doet het ermee met wat je vindt en dan doe je de nieuwste mode of smaak. Ja, kan het wel, kan het niet, past het. Ja. Dat zie je ook wel terug hier. Ja. Ja. Misschien een meer filosofische vraag, hoor, maar... er is een 17e eeuws paleis met een barokke tuin. Er is een periode waarin dat helemaal veranderd wordt bij Lodewijk Napoleon. En uiteindelijk wordt het weer in de jaren 70 en 80 weer teruggebracht. Gaat er dan iets verloren of moet je het altijd herstellen naar die 17e eeuw? Hoe kijken jullie daarnaar? Het paleis maakt een hoop mee. Er zijn bewoners die van alles doen en de tuinen ook. Ja. Wat is dan de originele staat? Of zou het leuker zijn als we van al die tijden wat terugzien? Hoe denken jullie daarover? Kijk, origineel is altijd een lastig begrip. Als je gaat restaureren, bijvoorbeeld, dat huis is zeg maar een organisch geheel. Er komen allerlei bewoners, allerlei functies. We hebben net gezien, 1806, het huis heeft geen functie. Nou, dan zie je wat er gebeurt. Ja. Nu heeft het huis een functie van een museum. Nou, je kunt geen publiek in een museum laten als er geen lift in zit. Nou, die zat er vroeger denk ik ook echt niet in. Nee. Dus je moet bepaalde dingen en je moet ontwikkelen. Dat kan niet anders. En daarbij zie je ook smaken veranderen, wandbespanning. Houdt het geen 400 jaar vol? Dat moet je vernieuwen. Dus dat kan niet anders. Een huis moet met zijn tijd meegaan. En dat betekent dat je dingen verliest. Maar dingen worden ook gewoon anders. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja... We denken veel na over erfgoed en de gelaagdheid, wat een hele moeilijke term is om uit te leggen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal tijdsperioden met keuzes en dilemma's die elke keer genomen worden. En er is natuurlijk in de jaren 80 wel een hele bijzondere keuze gemaakt door het eigenlijk te zeggen, we kiezen iets in het verleden. En dat verheffen we tot een soort van ideaalbeeld van het Loo en dat gaan we laten zien. Ja. Dat is eigenlijk, ik denk dat we dat in deze tijd niet meer zouden doen. Ja. Zo'n toch wel hele drastische... Want nu zouden het meer naast elkaar laten bestaan? Of... Eerder naast elkaar of in elkaar. Maar we zouden niet een heel paleis weer ontmantelen. Wit aan de voorkant en een baksteen aan de achterkant. Ja, een compromis, toch? Nou, dat weet ik niet of we dat doen. Nee, dat zijn natuurlijk wel uiteindelijk de gesprekken die nu al gevoerd. Maar dat doen we veel genuanceerder volgens mij nu. Maar dat zijn inderdaad hele diepgravende gesprekken. En je zou bijna kunnen zeggen ook dat... Want het is een museum en... Daarvoor waren het natuurlijk allemaal periodes met absolute heersers... die ook wel zeiden van mijn wil is wet. Maar je zou bijna kunnen zeggen de ingreep die destijds in de jaren 80... met de tuin en het paleis is gedaan... is wel van een dergelijke aard dat je hem wel in de lijn van de heersers zou kunnen stellen. Terwijl het wel democratisch besloten is. Het is wel besloten, zonder meer. Ik vind dat wel interessant om daarover na te denken. Ja. Van, hoe ga je daar nou mee om? Ja. Laten we daar zo ook nog over verder praten. Maar we gaan eerst naar het tweede college van jou, Sander. Dus ga alvast klaarstaan.
Want ja, we hebben al gezien welk stempel Lodewijk Napoleon dus in korte tijd wist te drukken op Paleis het Loo. Als sneuvelde zijn witte verf uiteindelijk ook wel weer. Maar goed, we gaan nu luisteren naar het college van Sander Rombout. En hij zal bespreken op welke manier er sprake is van groene vernieuwing in het verleden, maar vooral ook het heden. Ja, groene vernieuwing, verleden en heden. En hoe komt dat bij elkaar? Nou, we hadden het er al heel even over. Het is een heel belangrijk onderwerp in de landschapsarchitectuur. En ook wel speciaal het erfgoed, dan wel groen erfgoed. En dat maakt ons vak ook wel speciaal. Want je hebt allerlei veranderingen, hele korte veranderingen of hele tijdelijke veranderingen. Zoals je zet het licht aan en uit en je hebt ineens een hele andere tuin. Zoals we in dit hele mooie beeld bij de voorlopige opening zagen. Maar daarachter zit natuurlijk dit beeld en we hebben het net al gehad over die ingreep die in de jaren 80 is gedaan. Wat natuurlijk wel het beeldmerk ook is van het paleis en waar iedereen op afkomt. En dat paleis heeft alleen veel meer te vertellen en die stap wordt nu gemaakt. De jaren en alle periodes, als je die naast elkaar legt en op elkaar legt, dan is er eigenlijk ook nog veel meer te vertellen. En je zou dus eigenlijk ook wel kunnen zeggen dat er op een bepaalde manier in dit deel van de tuin een soort stolp op de tijd is gezet. En daarmee verteld is, wordt wat er in die 17e eeuw gaande was. En dat is dat museale karakter. Nou, het is niet alleen museaal, het is natuurlijk ook onderdeel van Apeldoorn, van een grotere structuur, van een domein, van bossen, van natuurgebieden die allemaal daar een rol in spelen. En wat bij elkaar komt, en dat zit niet zozeer in die 17e eeuwse tuin, maar dat zit wel eigenlijk in alle gebieden eromheen. Die in die landschapsstijl in het noorden nog zeker wel zichtbaar zijn rond de vijvers en in het zuiden de aanhechting met Apeldoorn vormen. En ja, wat betekent dan verandering en hoe ga je daar dan als landschapsarchitect mee om? Want in die situatie is er ook nu weer een verandering gaande. Na die bijna 40 jaar, en dat is denk ik na 30 jaar is die gedachte ontstaan, we gaan weer een stap verder zetten met het paleis, met uiteindelijk ook een transformatie van het paleis, met een hele onderverdieping die hier verbeeld is met de nieuwe vijver op het Bascour. Treedt er ook iets aan van, ja, er komen straks meer bezoekers. Misschien komen er ook wel andere bezoekers en die willen weer andere verhalen horen. Die moeten ook ontvangen worden. Nou, gaat het op een goede manier? Nou, als landschapsarchitect zijn dat ook veranderingen die enerzijds ook vernieuwingen vragen. Die ook wel grotere thema's, ik noemde al natuurwaarden, maar ook bijvoorbeeld het klimaat raken. En ja, daar lopen we tegenaan. En in dat gebied wordt ook van alles georganiseerd. We zien hier het manifestatieveld tussen de lanen voor het paleis, ten zuiden van het paleis. En ook wel een beetje de impact van die manifestaties. Hè. De hoeveelheid tenten en busjes, wat een hoop leuke momenten geeft. Maar wat ook wel een bepaalde druk geeft op het gebied. En een vraagstuk geeft van hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? En wat betekent dat? Dus vernieuwing is heel mooi en we gaan daar graag mee aan de slag. Het geeft eigenlijk ook weer een soort nieuwe fase, een nieuw bestaansrecht, zou je bijna kunnen zeggen. Je maakt je weer klaar voor de komende tijd en wat gaan we dan doen? Tegelijkertijd is dat ook in dit geval, we hebben met heel waardevol erfgoed te maken. We kijken hier in de Schuine Laan, wat ook de tand destijds aan het overleven is. En waarom laat ik dit plaatje zien? Omdat we eigenlijk, ja, we kijken eigenlijk in de laan op een plek waar een heleboel bomen zijn uitgevallen. We zien nog het originele straatje liggen. Er zou hier aan de zijkant een pad lopen tussen de bomen door. En hier is een gat gevallen omdat de bomen zijn uitgevallen. En het herplanten van bomen, dat is best wel moeilijk tussen beuken die veel licht wegnemen. En dat is een problematiek die eigenlijk al jaren gaande is. We zien hier op een foto de paleislaan. De stallenlaan, met in de toppen de terugval, omdat de bomen op leeftijd zijn, al zijn deze bomen net 100 jaar oud, ruim 100 jaar oud, die te lijden hebben onder allerlei andere zaken die veranderd zijn. En die verandering, daar moeten wij op anticiperen. En die gaan in dit geval, ja, staan ze op de goede plek? Wat is er eigenlijk in de bodem aan de hand? Hoeveel mensen komen er eigenlijk overheen? Hoeveel komen er nu overheen? En hoeveel komen er in de toekomst overheen? En hoe ga je daar dan mee om? Laten we dat staan, laten we dat geleidelijk, valt er af en toe zo'n boom uit. En hoe aantrekkelijk is dat? Want uiteindelijk is het natuurlijk wel een museum waar mensen met een bepaalde verwachting komen en dat koninklijk gevoel willen krijgen en willen beleven.
En je wil eigenlijk ook niet in een soort ruïneus landschap terechtkomen. Dus dat is een groot dilemma waar je antwoord op moet krijgen. En dat vraagt ook een analyse en een onderzoek van bijvoorbeeld de bomen. En we zien hier links een plaatje van dat onderzoek. En wat wel interessant van dit plaatje is, je ziet allemaal kleuren. En elke kleur vertelt in feite wat de staat van de boom is, wat de vitaliteit en toekomstwaarde van de boom is. Maar wat het plaatje ook vertelt, is dat alle paarse stippen, alle bomen zijn die al verdwenen zijn. Die zijn eigenlijk al weg. En dat zijn er best veel. En alle groene bomen zijn wel vitale bomen of bomen die in de laatste jaren zijn geplant. Maar dat worden er natuurlijk steeds minder. En met de huidige winters en de huidige droge zomers gaat het helaas ook steeds harder. En krijg je voorvallen, dat ze ineens omvallen, dat ze ineens helemaal hol lijken te zijn. En ook een gevaar voor het publiek gaan geven. En dan sta je voor de keus, zijn wij nu de generatie die de zaag erin moeten zetten en moeten gaan planten. En dat is een hele moeilijke, toch ook wel pijnlijke opgave, waar je eigenlijk echt over je eigen schaduw heen moet stappen en denken van voor welke periode doen we dit? Het staat er al honderden jaren en we gaan weer honderden jaren verder. Dus het moment is wellicht daar. En in deze grote verbouwing is dat ook zeker aan de orde. Nou, daar wil ik jullie iets verder in meenemen, want er valt heel veel over te vertellen. Maar in feite vraagt het ook een visie en een soort toekomstbeeld van waar wil je naartoe? En ook hoe ga je dan met het verleden om? Want er is niet één verhaal en er is niet één waarheid. We hebben Lodewijk Napoleon, maar we hebben ook bijvoorbeeld Wilhelmina, die hier natuurlijk als laatste koningin heeft gewoond en ook haar sporen heeft achtergelaten. En dat is niet op één plek, maar dat is op meerdere plekken. Dus in de grote cirkel gebeuren heel veel zaken die van belang zijn. En hoe verhouden zich die tot elkaar? Nou, en als je dan iets verder gaat inzoomen, dan kan je bijvoorbeeld iets zeggen over hoe gaan we nou die lanen vervangen? En zijn we nou bomen aan het vervangen of zijn we lanen aan het vervangen? En als je dan die boom vervangt, wat komt daar dan bij kijken? Dat is eigenlijk het kleinste cirkeltje. Daar wil ik even in doorgaan en even op verdiepen. Nou, als we nog even naar het allergrootste plaatje kijken, dan is natuurlijk uiteindelijk, als we het hebben over het paleis, de basse-cour en de 17e eeuwse tuin is maar een schakel en wel natuurlijk het brandpunt van de hele aanleg. Maar die aanleg die gaat veel verder. Die beslaat een heel paleispark wat aangehecht is met een hele grote lanen richting bijvoorbeeld de kerk in Apeldoorn. Hè, waar ook een hele directe relatie was tussen het koninklijk huis en die lanen richting Apeldoorn. Maar ook richting natuurlijk de Veluwe, waar oneindige bossen als jachtgebied allemaal een rol speelden. En waar tegenwoordig natuurlijk, het is allemaal een natuurgebied. En daar zit een relatie in. En in die tussenzone, zeg maar, tussen dat paleis en die hele grote structuur, daar zitten ook onderdelen in het park die relatie kunnen aangaan. Nou, dat laat ik zo zien. En daar moeten we een visie op hebben. En die visie gaat over, als het ware, ik noem het woord gelaagdheid al, over als het ware de tijdslagen die op elkaar gestapeld zijn en die beginnen bij de eerste aanleg tot en met Wilhelmina. Maar die ook naast elkaar bestaan. Dus de Emma-kast is uit een andere periode en ligt naast de 17e eeuwse tuin. Nou, dat is een makkelijke keus. Hier zie je een reeks van al die tijdslagen met helemaal links de allereerste aanleg met een vrij kleine tuin en hoe die tuin eigenlijk uitgebouwd is. En dan een hele drastische periode waarbij eigenlijk die tuin in de vierde van links ineens een landschapspark is geworden en dat bouwt zich uit. En nou, dat is eigenlijk wat we net gehoord hebben, waarbij we helemaal rechts de barokke tuin weer in dat landschapspark verankerd zien. Dat verhaal kennen we. Maar aan de voorzijde werd natuurlijk altijd het paleis bereikt via de Koningslaan vanaf het westen. Later is daar de Paleislaan richting Apeldoorn bijgekomen. En we zien dan in het tweede plaatje dat daar ook de relatie ligt met Apeldoorn. Daar zien we die ganzenvoet die net al even in het gesprek plaatsvond. Later is daar nog wat bijgekomen. Er werden koetshuizen en paardenstallen werden er gebouwd. Niet die we nu kennen, maar die daar links in de hoek. Gegevenlijk was er een station, want men kwam ook met de trein. En daar zien we eigenlijk een nieuwe structuur ontstaan. En als we dan naar rechts kijken, zien we eens nog zo'n driepoot vanaf het paleis. En dat is de driepoot waar we heden ten dagen eigenlijk heel nadrukkelijk naar kijken. De Paleislaan die naar de Naald loopt,
De Westlaan, de Stallenlaan naar de nieuwe stallen van Wilhelmina. En de oostelijke, de Schuine Laan, die vroeger naar het station liep, maar die tegenwoordig eigenlijk een beetje doodloopt op de Lolaan. Nou, hoe ga je daarmee om? En hoe, we zien dus ook dat het er niet in één keer is neergelegd. En het zal ook niet in één keer verdwijnen. We zien hier een hele mooie tekening, waarbij je ook ziet in wat voor landschap dat lag. En dat waren niet die biljartlakens die we van de afgelopen jaren kennen. Nee, dat werd gewoon geboerd. En dat waren akkers en bossen. En dat was een hele andere situatie. Ja, hoe ga je daarmee om? Deze foto van begin vorige eeuw is heel mooi. We zien hier het net uitgelegde Witte Paleis. Maar met name in het achtergebied zie je die landerijen liggen, waar gewoon geboerd werd, heel pragmatisch. Wilhelmina was daar ook wel van. En wat je ook wel ziet is dat daar aan de rechterkant net een nieuwe laan is aangeplant. Die staat er net een paar jaar, want die is eigenlijk pas 110 jaar oud. Terwijl de Paleislaan echt wel wat meer jaartjes telt. En dat zie je hier ook wel in de grootte van de bomen. Nou, dat brengt mij ook wel bij de vraag van hoe ga je dan met die structuren om? En daar hebben wij dan ook in samenspraak met Paleis Het Loo in de museale gedachte uiteindelijk een visie voor gemaakt van ja, wat willen we hier nou eigenlijk vertellen? En de conclusie was toch eigenlijk wel dat het hele gebied tussen het paleis en de Naald een soort van ontvangstgebied is, waar met name de periode van Wilhelmina bepalend is geweest. En dat is eigenlijk de laatste koninklijke periode die daar ervoor gezorgd heeft dat het uiterlijk heeft van wat het nu is. En daar zitten wel ook onderdelen in die wellicht wat ouder zijn, maar daar gaat het uiteindelijk over. En we hadden het net al even over pragmatisme. Bijvoorbeeld de laan die van de Naald naar de Stallen loopt, die is daar eigenlijk ook een beetje gewoon tussen getrokken om weer een verbinding extra te krijgen. De kern is het rechter diagram, waarbij je eigenlijk ziet dat drie hoofdlanen naar het paleis zijn, met een grote behoefte ook. En dat is eigenlijk ook een vraag van deze tijd, maar die is niet voor het eerst. Om ook van de oost naar de westkant via die oranje pijl te kunnen oversteken. En eigenlijk dwars door dat gebied te kunnen gaan. Nou, dat is ook niet voor het eerst. Want lange tijd kennen we dat vanaf de jaren 80 als een uitgestrekt veld, waar gemakkelijk zelfs geparkeerd werd. Nou, die behoefte hebben we niet meer. We willen dat er eigenlijk uithalen. Maar we zien hier wel die agrarische verbinding. En we zien ook een soort lusje lopen waar ook ooit een klein perron heeft gezeten. En die Oost-West-verbinding is eigenlijk een hele mooie inspiratiebron, die ook al in oudere plannen is eerder gemaakt. Dus we laten ons ook inspireren door dat verleden. Om uiteindelijk ook weer nieuwe ingrepen van nu, die de functionaliteit en de bezoekersstromen en ook het ontlasten van de bomen gestand moet doen. Nou, uiteindelijk leidt dat dan tot dit overzicht. Links nog even het plaatje, met grote letters Wilhelmina, de drie lanen erin. En dan ook de keuze van hoe gaan we daar nou mee om? Want we hebben wel eens gedacht van hoe zou Wilhelmina dat nou gedaan hebben? En die had misschien wel gezegd, oké, die oostelijke die is slecht. Dus die kappen we en de rest laten we staan en dat doen we 20 jaar later. En dan komen we op een snijvlak en een afweging van ja, gaan we dat doen als de koningin of gaan we het doen als een museum? Want wat willen we nou eigenlijk laten zien? En we willen ook iets koninklijks laten zien. En we willen ook laten zien dat paleis in het brandpunt van de lanen staat. En daarom hebben we uiteindelijk ook in dit geval gekozen voor het verhaal wat we willen vertellen en niet helemaal in de huid van Wilhelmina zijn gekropen en gezegd hebben van we gaan wel de linker en de rechter, dus de Stallenlaan en de Schuine Laan die we hier wat dunner zien afgebeeld, hè, want dat zijn dan kleinere bomen, gaan we in één keer herplanten. Ook omdat ze allebei eigenlijk het slechtste zijn. Maar met name ook om een soort evenwicht en symmetrie, wat hele belangrijke termen zijn, voor deze aanleg, om dat te maken. Nou, en dat is dus niet voor het eerst. Maar we zien bijvoorbeeld in dit plaatje dat Wilhelmina dat dus destijds anders heeft gedaan. Nou, en dat brengt me dan vervolgens ook bij hoe breng je dat in beeld? En wat speelt daar nog meer? En we zien hier een beeld van de Schuine Laan zoals we het nu niet meer, of de Stallenlaan zoals we het niet meer zullen aantreffen. En we zien hier ook de duk, want in het midden is het oude pad met de klinkertjes. En links en rechts zien we het uitwaaieren met grind, waarbij heel geleidelijk aan de bomen, zeg maar, ja, aan het pad zijn komen te staan. Nou, daar hebben we een heel nieuw profiel voor bedacht, maar met name ook gekeken van ja, hoe ziet dat er nou in de tijd uit? Dat hebben we ook echt in allerlei soort van
loops, time loops als het ware gemaakt. Dus hier zie je zo'n even een voorbeeld ervan van hoe doen we dat nou. En we zien hier de aanplant van die twee lanen. En gegeven worden die wat groter. En bijvoorbeeld gaan we over 10 of over 20 jaar, als de paleislaan er aan toe is, het liefst duurt dat zo lang mogelijk natuurlijk, wordt die ook een keer vervangen. En op een gegeven moment gaan die allemaal groeien en dan ontstaat dat evenwicht weer. Ook de Koningslaan is al vervangen en misschien dat de Zwolseweg of aan de onderkant van het plaatje ook een keer aan de beurt is. Zodat het uiteindelijk weer een totaal is. En een totale aanleg die weer die grootsheid van het paleis vertelt, want daar gaat het om. Nou, nog eventjes als laatste, want waar loop je dan ook nog tegenaan? Dat is natuurlijk welke boom kies je en waar staat die? Nou, bijvoorbeeld hier laat ik een plaatje zien waar de stallen vroeger gestaan hebben. Nou, daarvan weten we dat eigenlijk de onderlegger niet zo goed is. Rechts zien we de oude profielen, zoals dat zo heet. We kijken eigenlijk in die laan en hoe dat geweest is in de verschillende tijden. 1908 beneden, ook met een lantaarnpaal die daar dan al stond. En ja, op basis daarvan zijn we eigenlijk gaan ontwerpen. En zien we hier eigenlijk een hele ingewikkelde tekening misschien. Met links en rechts de nieuwe bomen. En dan komt ook ineens weer het klimaat en biodiversiteit om de hoek. Van welke bomen kiezen we dan? En kunnen die tegen de situatie? En we hebben dus nu ook uiteindelijk gezegd van, we gaan wel terug naar de bomen die er stonden. Dus de beuken zijn ook letterlijk uit de beukennootjes van het loo ontsproten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het erfgoed is weer in directe lijn doorgetrokken. Maar de hele onderlegger en het, hoe we bijvoorbeeld het water, het regenwater wat op het pad valt bij de bomen brengen, dat is echt een meer een technische exercitie en gaat ondergronds eigenlijk is dat uitgewerkt. Nou, uiteindelijk is dat dan heel mooi aangelegd en dan zien we hier die structuur en dan zien we ook ineens wat biodiversiteit kan doen en ook hoe je groeiplaats kan verbeteren door in die onderleggen waar de bomen geplant zijn ook met een andere vegetatie en niet kortgemaaid gras om kunt gaan en ook dat daar een klein walletje is wat er in de 16e eeuw geloof ik zelfs al is geweest langs die landerijen om uiteindelijk die bomen ook te beschermen en te zorgen dat het verkeer, als dat er al is, alleen op die laan of ver van de laan uit blijft gaan. Nou, dan wil ik ook afsluiten, want ik heb het veel gehad over verandering. En de landschapsarchitectuur, je zou kunnen zeggen, we werken aan een soort open kunstwerk. En dat gaat altijd over verandering, aanpassing en vernieuwing. Dat is eigenlijk een soort traditie. Maar we kijken wel altijd met respect naar het verleden en hoe we daarmee omgaan. Dankjewel, Sander. Kom erbij. Mooie slotzinnen inderdaad over aanpassen aan de tijd. Doen we dat de hele tijd? Het is een open kunstwerk, Paleis de Loo. Ja, dat klopt. Je ziet dat die vorsten, die zijn gewoon met hun tijd meegegaan. Op een gegeven moment komt er stromend water. Dan wil je ook als vorst stromend water. Dat is logisch. Dus het is niet anders dan aanpassen aan zeg maar de behoeften van de moderne tijd. Ja. En nou doen we dat natuurlijk ook nu met die bomen. Want ja, tuurlijk is het een verlies als je ze moet kappen en daar nieuwe neer moet zetten. Maar je kijkt echt naar de toekomst. Ja. Ik zat naar dat plaatje toch te kijken van die bomenrij. En toen dacht ik, hoe lang duurt het voordat dat dan weer echt zo'n mooie bomenrij is? Ik heb de jaartallen er niet bij genoemd. Maar we hebben wel een soort doorkijk van 50, 60 jaar. Dus het was om de 10, 15 jaar dat je, en dat is allemaal een beetje gissen natuurlijk, maar dat was wel de doorloop. Dus ja, voordat je echt weer een laan hebt, dan ben je zo 40 jaar verder, 30 jaar verder. Dat is een beetje van hoe hard het gaat natuurlijk. Maar, maar dat hoort ook wel bij jouw werk, toch? Want het is nu pijn, maar je moet echt nadenken over de toekomst. Ja, nou, wij zeggen ook wel eens, als het aangeplant is, dan begint het. Ja. Ja. En dat is heel anders dan in de architectuur, want dan is het gebouwd en dan staat het er. Maar wij moeten toch altijd nog iets langer geduld hebben. En wat ik vind het wel mooi dat je zegt, dat beukennootje, dat dan van die beuk is. Ik weet niet, dat vind ik dan toch wel mooi. Ja, dit is een fenomeen hier, dat hier een heleboel mensen hier beukennootjes rapen. En die worden... Dat doet het bezoek? Ja, er zijn mensen die dat doen en die zien daar handel in. En dat, die worden vervolgens opgekweekt. En dan heb je natuurlijk wel authentiek het loboom. Ik kan je ook een handeltje in beginnen, of niet? Goede bomen, ja. Dus je bent heel erg bezig met die toekomst en die lange termijnvisie. Daar kunnen we zo ook nog wat meer over praten. Maar ik dacht eigenlijk ook meteen een link naar Lodewijk Napoleon.
Die natuurlijk ook dat huis helemaal aan de moderne tijd aangepast heeft toen. Die empirestijl. Zit daar ook een soort verlangen of visie op de toekomst in? Dat hij denkt van, nou, het Witte Paleis natuurlijk, dat is voor de eeuwigheid. Ongetwijfeld. Kijk, hij laat zich daar natuurlijk niet over uit. Maar ik denk dat geen enkele vorst iets doet voor 4 jaar. Zoals hij 4 jaar regeert. Dat is gewoon toeval. Ja. Hij ging er gewoon vanuit dat zijn zoon hem zou opvolgen. Maar wordt gewoon ingehaald door de gebeurtenissen. Ja. Maar reken maar dat daar een idee zit van nou, dit blijft nog wel even. Ja, maar er zit altijd vaak een overschatting in van vorsten toch. Van dit is voor lange tijd enzovoort. Maar dat is misschien ook bij ons het geval. Want ja, hoe weten wij wat bezoekers of mensen over 10, 20, 30, 40 jaar willen? Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Er zijn in het verleden ook misschien fouten gemaakt van auto's die je daar mocht parkeren. Waarom zou je dat doen? Ja, ik denk, daar moet je denk ik ook wel zeker vrede mee hebben. Maar tegelijkertijd weet je ook wel, je hebt dingen die echt tijdelijk zijn. Hè? Ik liet niet voor niks dat plaatje met dat licht zien. En modieuze dingen. Mm-hmm. Je weet ook wel dat er zaken zijn die toch wel wat meer voor de eeuwigheid zijn. En ik denk dat de structuur van het Loo, dus wij hebben het ook nooit over de boompjes zelf, maar meer over de structuren, dat die wel hebben laten zien dat ze er toch al een hele tijd zijn en ook zeer gewaardeerd worden door iedereen. Ja. Dus je kijkt toch van wat zijn een soort constanten en wat wordt al eeuwenlang misschien gewaardeerd aan het Loo. Ja, ja. En dat neem je mee in die besluitvorming. Ja. En dat is ook de reden waarom we vinden dat je ook wel moet durven ingrijpen. Want uiteindelijk ook een laan, dat gaat uiteindelijk om een rij van 200 bomen. Mm-hmm. Dat is een laan. En dat is niet een boom. Ja. Je kunt je ook aan die boom vasthouden. Ja. Maar als we dan uiteindelijk 1 boom overhouden, dan hebben we geen laan meer. En dat is een hele moeilijke discussie. Ja. Maar uiteindelijk zijn wij bezig met een soort huis met muren waar van alles gebeurt. En die muren zijn in dit geval wel de lanen. Ja. En in het paleis wil je ook niet dat er 3 stenen overblijven. Want dan is het toch van waar is de rest gebleven. Ja, ja. Maar je hebt wel die bril. Dat vond ik heel leuk in jouw lezing. Dat je hebt de bril van Wilhelmina. Van doen we het met Wilhelmina of doen we het voor de museumbezoeker. Ja, dus, en dat is beide ook natuurlijk. Hè? Ja. Maar we hebben niet gekozen voor Willem de eerste of de tweede of de derde. Nee, Wilhelmina. Ja. Want die heeft haar... En dat omdat is ook wel, zij de laatste bewoner nou, dat is wel een soort filosofie van mijzelf. Maar wat ik ook wel met het Loo besproken heb. Van ja, welke laag pak je nou? Hè? En we gaan niet terug naar de laatste. Nee, er zit een soort opstapeling in. En de laatste laag is eigenlijk de laag waar de laatste veranderingen zijn geweest. Ja. En mits ze wel essentieel zijn natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook wel van wat is er in essentie gebleven? Nou, dat is natuurlijk, dat zag je ook in die reeks. Ja. Je ziet eigenlijk wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is de laatste laag die ook het laatste verhaal vertelt. Maar je zou ook kunnen zeggen, want dat vond ik mooi in al die afbeeldingen. Dat daar zit die barokke tuin in, daar zit die landschapstuin in. Dus eigenlijk, dat heb je misschien minder in het paleis zelf. Maar heb je in die tuinen eigenlijk de tijd... Zit het doorheen. Zit overal in, toch? Geweten. Meer dan misschien in het paleis. Nou, in het paleis kun je, en dat hebben we ook gedaan, we hebben een 17e eeuws verhaal en een 19e eeuws verhaal naast elkaar. Ja. Daarnaast, als de ondergrondse wereld zeg maar opengaat, komen ook die andere periodes daar aan bod. Ja. Ja. Dus, je bedoelt de tentoonstellingsruimte, dat mensen denken ondergrondse wereld. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Ja, dus dan los je het op door in de museale context eigenlijk al die verhalen te vertellen, toch? Je kunt er iets van laten zien, het is natuurlijk anders dan dat je in een kamer in de 18e eeuwse stijl inricht bijvoorbeeld. Ja. Dus het blijft uiteindelijk toch een soort patrijspoort waardoor je kijkt. Je hebt niet het hele beeld. Dat kan ook niet. Nee, dat kan niet. Je moet keuzes maken. Ja. Ja, je moet keuzes maken. Ja. En kunnen we dit vergelijken met andere musea in Nederland? Je hebt ook een beetje zicht op, nou ja, bijvoorbeeld het Rijksmuseum noemde je, hoe beslissingen daar genomen worden om die verhalen door de tijd heen te vertellen? Ik denk dat het Rijksmuseum qua benadering... Het is natuurlijk een hele andere opgave, maar wel vergelijkbaar is. En je zou hem op tuinniveau... kan je hem totaal niet vergelijken met de baroktuin van het Loo. Mm-hmm. Al lijkt hij heel barok, maar dat is hij niet. Want daar is echt heel erg gezegd van... Eigenlijk was de tuin helemaal weg. Was ook minder gewaardeerd. Maar we hebben wel echt gezegd van... Het is een soort gezamtskunstwerk van gebouw en tuinen van Kuipers in dat geval. Ja. 19e eeuws, waar een hele duidelijke lijn in zat. Maar ook een vernieuwing in het museum met van alles en nog wat. Ja. En dat hebben we eigenlijk in elkaar gelegd. Maar het casco is wel van Kuipers eigenlijk. Ja, dus ook daar weer
Ja, dat is inderdaad wel vergelijkbaar. Ja. Die, ook die vernieuwde wens. Ja. Zeker. Wat ik me ook nog afvroeg, hè, want je gaat dan zo'n enorm vernieuwingsproces in bij Paleis het Loo. Of alle conservatoren dan ook met een soort wensenlijstje aankomen zetten. Ze van, oh, nou, als we nou toch eens, dan zou ik graag. Er zijn wel wensen die ingediend worden. Ja. Maar uiteindelijk kijk je als totale... Uiteraard, ja. Maar... naar wat is realiseerbaar. Ja. En uiteindelijk ga je ook uit van, wat is het verhaal? Ja. Ik weet dat er... we hebben gewoon aanhangers van de 18e eeuw. En die vinden het jammer dat die 18e eeuw daaruit verdwenen is. Nou, ja. Dat klopt. Ja. Maar je kiest ergens voor. En ik denk dat dat van belang is, dat je een visie hebt. Ja, maar je strijdt wel ook voor je interesses, toch? Dat je ja, oké, okay, maar soms, ja. Soms moet je dat opgeven omdat het niet realiseerbaar is. Het restaureren van een huis is een beetje vergelijkbaar met een opgraving. In de 19e eeuw hebben ze Troje opgegraven. En dan wilden ze het Troje natuurlijk van Homerus. Dus op een gegeven moment had de opgraver bedacht van, nou, dit is het Troje van Homerus. Maar er lagen 9 steden boven elkaar, ja. Ja, want ze hebben er 2000 jaar gewoond. Ja. Dat betekent dat je bij het opgraven, en als je dan beslist dat het de 3e laag is, dat je er 6 op moet eten. Ja. Ja. Dus restaureren is altijd een keuze maken. En bij ons is het ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar de kozijnen, er zitten 9 verschillende lagen verf op. Ja. Waar kies je voor? Ja. Waar ga je heen? Ja. Ja. Maar daar is dan toch natuurlijk een beleid voor op een gegeven moment. Want anders, je kan niet bij elk kozijn... Ja. Oh, die is mooi. Nee. Ja, wat doen we hier? Dan heb je de ene is paars en de andere is groen. Ja. Je moet ook naar een gezamt iets. Ja. En dat betekent dat je een visie moet hebben. Dat je een beleid moet hebben. Jij wilt inhaken? Ja. Nee, dat wou ik wel zeggen. Ja. Dat is ook de reden waarbij dat grote plaatje zijn begonnen. Ja. En dat klinkt hier en daar wat abstract. Maar dat is wel elke keer door een heel groot Wilhelmina bijvoorbeeld in te zetten. Ja, ja. Worden heel veel keuzes de eerste primaire keuzes, laat ik het even zo zeggen, die worden al veel sneller duidelijk. Ja. En dan kun je daarna allemaal nog nuances maken natuurlijk. Maar je bent de meeste tijd dus natuurlijk kwijt met, wat gaan we doen? Wat is de filosofie? En dan ga je uitzoeken waar je hoeveel beukennootjes je nog hebt, toch? Ja. Ja. heeft een museum dan toch een tijdloze ziel? Of heeft het heel veel tijden in zich? Ik denk dat het een ziel heeft die, ja, er zit een bepaalde kern in, maar dat die ziel met de tijd heen groeit, zich ontwikkelt, zich aanpast. Ik denk dat dat de kern is. Ja, en een tuin? In dit geval, het bijzondere aan het Loo is uiteindelijk dat het gebouw en de tuin aan zich museaal zijn. Als je nog even die vergelijking met het Rijksmuseum, dat vinden we inmiddels allemaal heel erg waardevol. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als we het nog even daarover die tuin hebben, die tuin, dat was eigenlijk gewoon een buitenzaal voor ornamenten, beelden die tentoongesteld werden. Ja, stond best en er is een transitie of een transformatie opgetreden dat eigenlijk de zaal ook museaal is geworden. En dat is eigenlijk voor het Loo nog veel sterker. Ja. En, ja. Het is een totaal concept. Ja. Tuinen, gebouw, dat hoort gewoon bij elkaar. Ja. Je ziet de versieringen in het huis, zie je ook terugkomen in de parterres in de baroktuin. Ja. Dat is geen toeval. Nee. Ja. 2023 opent het. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Naar de dag na de opening. Ja? Wat ga je dan doen? Wat ik dan ga doen? Ik denk dat ik zal gaan kijken hoe de mensen komen, wat ze dan vinden. Ja, kijken hoe zij het beleven. Ja. En wanneer is jouw werk klaar aan het gezamtkunstwerk, het landschap? Nou ja, ik denk dat... Dat blijft doorgaan. Dat blijft doorgaan, ja. De reeks in de tijd laat eigenlijk zien wat je de komende jaren nog te voet... Ja. Ja, wat eigenlijk het park vertelt eigenlijk zelf wat er nog moet gebeuren de komende jaren. Ja. Ja. Of wij er nou bij zijn of niet. Maar, ja. We zijn maar uitvoerders. Ja, precies. We zijn er een tijdje bij en dan gaat komen het weer anderen. Ja, dat is zoals met de geschiedenis van Paleis het Loo inderdaad. Ja. Ja, precies. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik heb weer heel veel geleerd in deze aflevering. George Sanders en Sander Rombout. Dit was de 2e aflevering van Het Loo ontmoet. We hebben meer geleerd over de vernieuwingen en veranderingen
van Paleis Het Loo. En in de volgende aflevering dan gaan we nog meer over groen hebben. Dan gaat het over de liefhebbers van groen. Nou, dat zijn jullie eigenlijk ook. En te gast zijn dan Renske Eck, conservator bij Paleis Het Loo, en Lenneke Berghout. En zij is onderzoeker tuingeschiedenis. Leuk als je dan ook natuurlijk kijkt. En bedankt voor het kijken.